Hi guys, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb al super lang niet geüpload, ja, op de Budapest video na natuurlijk. Maar ja, sorry daarvoor. Ik durf ook niet te beloven dat ik vanaf nu wel veel ga uploaden. In ieder geval vandaag wel een video, eentje die ik ook al in de Budapest vlog heb beloofd. Namelijk een shoplog van alle tweedehands kleding die ik dit jaar heb gekocht. Het hele jaar. En dat staat vrijwel gelijk aan alle kleding überhaupt die ik dit jaar heb gekocht. Mijn goede voornemen van 2019 was namelijk geen nieuwe kleding kopen. Als ik per se nieuwe kleding wilde, dan moest het tweedehands zijn. De reden hiervan is de impact van fast fashion op het milieu en het mensenwelzijn. De productie van kleding is ontzettend slecht voor het milieu. De werkomstandigheden van de mensen in de fabrieken zijn super slecht. Daarnaast dragen we kleding eigenlijk echt veel te kort. Je gooit het veel te snel weg. Of ja, dan breng je het wel naar een recyclebak of zoiets, maar eigenlijk komt het nooit echt goed. Daarnaast zijn veel materialen ook niet helemaal afbreekbaar. En nou ja, al met al, het is echt super slecht voor het milieu. En ik voelde me daar gewoon heel schuldig over. Dus ik had mezelf de uitdaging gegeven om geen nieuwe kleding meer te kopen. Mocht je er trouwens wat meer informatie over willen, want ik weet ook niet precies alles, dan zou ik je aanraden om de podcast van Diana te luisteren of die van Damn Honey over fast fashion. Ik zal voor beide een linkje in de beschrijving zetten. Ik vind dit zelf echt een super interessant onderwerp. In het begin van het jaar vond ik het nogal lastig. Want dan zag ik dingen in de sale bij fast fashion winkels. En dan dacht ik, oh my god, ik wil toch even kijken. Maar ik voelde me ook elke keer als ik in zo'n winkel liep heel erg schuldig. En had ik iets in mijn hand en wilde ik het bijna kopen. En dacht ik, ja, maar had ik niet met mezelf afgesproken om het niet te doen. En dan doe ik het niet. En daar voel ik me daarna super goed dat ik het niet heb gedaan. Ik ben daar heel blij om. Ik bedoel, het is natuurlijk vervelend om een naar gevoel te krijgen van fast fashion winkels. Maar het geeft in ieder geval aan dat ik er volledig achter sta. En dat ik blij ben met de keuze die ik heb gemaakt om geen fast fashion meer te kopen. Nou is natuurlijk koop over het algemeen super slecht voor het milieu. Deze intro gaat heel erg lang worden, maar ik vind het gewoon echt een heel belangrijk onderwerp. Dus please blijf nog even hangen. Ja, koop over het algemeen is natuurlijk heel erg slecht. Consumeren van spullen en dus ook kleding heeft gewoon een hele grote milieu-impact. En daarom moet je eigenlijk gewoon zo min mogelijk kopen. Nou is het tweedehands vaak wat lastiger om superleuke dingen te vinden. Dus heb ik denk ik ook al minder gekocht dan andere jaren. Maar aan de andere kant, het is super goedkoop. En als je dan een keer iets leuks vindt, dan maakt het dat het tweedehands is het nog extra leuk. Had ik tenminste. Dan heb je een hele kringloop met allemaal lelijke kleren. En dan zit er één wel leuk item tussen. En dat ziet er dan heel erg leuk uit vergeleken met de andere items. Dus dat is een dingetje voor volgend jaar. Eva, als je twijfelt, niet kopen. Ook niet omdat het goedkoop en tweedehands is. Goed, dat was even een lesje fast fashion. En dan is het nu tijd voor de shoplog. Nou, om goed van start te gaan, beginnen we met een miskoop. Ik heb namelijk bij de kringloop bij ons in de stad, Emmaus, een shirt gekocht met een leuk plaatje van Mickey Mouse erop. En ik vond dit plaatje zo ontzettend leuk dat ik dacht, ja, ik moet het shirt hebben. En het is ook best wel goede kwaliteit, maar verder is de pasvorm echt, nou, best wel lelijk. Dus ik heb hem nog geen enkele keer gedragen. Ik heb hem ook wel een beetje gekocht met het idee van, oké, ik ga dit dan ergens anders op naaien. Maar ik heb nog niets bedacht waar ik het op kan naaien. Of wil naaien. Of de tijd voor genomen om het te naaien. Dus ik heb er nog helemaal niks mee gedaan. Het prijskaartje hangt er nog aan. Hij was €2,50. Wat niet zoveel is, maar nou ja, om die reden moet ik het niet kopen. Bij dezelfde winkel heb ik een blouse gekocht. Deze een beetje mintgroene blouse is het. Ik krijg heel erg safari vibes als ik hem aan heb. Hij heeft ook van dit soort bruine knoopjes erop. Deze heb ik wel vaak aangehad. Ik geloof dat het iets van €4 was. En ja, dit was zeker geen miskoop. Dan nog een ding wat ik eigenlijk nooit heb gedragen. Dit zijn wel echt dat witte shirt van net en dit blouseje wat ik nu ga laten zien. Zijn echt de enige twee dingen die ik niet vaak heb gedragen. De rest is wel echt een goede aankoop. En deze vind ik ook wel heel blij mee. Dit is namelijk een heel erg mooi blouseje. Deze heb ik op Koningsdag in Nijmegen gekocht in het Goffertpark. En hij heeft dit mooie kant aan de mouwen. En de mouwen lopen ook wijd. En mooie stiertjes eraan waar je dan een knoopje mee kan maken. En ook in haar onderkant is een beetje cropped. En ik denk dat die ook iets van €4 was. En ik vind hem echt wel super mooi. Maar ik draag dit gewoon niet zoveel. Ik heb er nog geen spijt van. Maar ik moet hem nog wel even er even iets mee doen. Oh, ik ben nog een hemdje vergeten wat ik bij Emmaus heb gekocht. Dit is deze. Dit is ook een crop top, maat S. Past ik helemaal niet. Het heeft ook van die lijntjes waar je borst dan boven moet komen. Nou, die zitten boven de helft van borsten. Maar hey! Verder heeft hij een hele mooie lage hals, wat ik super mooi vind. Ik heb hem ook eigenlijk oorspronkelijk voor een vriendin gekocht. Maar die was van, ja, als je hem zelf wel mooi vindt,
draag hem eerst. En toen ben ik een beetje verliefd geworden. Ondanks dat hij niet helemaal past. Een soort van hoe hij moet passen. Maar ik vind hem wel mooi staan. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Ik denk dat hij €3 was. Alles zit een beetje rond die prijskategorie, geloof ik. Door naar een ander shortje of blouseje. Wat ik in Budapest heb gekocht. Dat jullie ook in de vlog hebben kunnen zien toen ik uitging. Dat is deze crop top. Hier ben ik ook heel blij mee. Zwart, basic. Ja, niet helemaal basic. Want hij heeft hier wel wat van een soort van ruffeltjes. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Deze draag ik natuurlijk niet in de winter nu. Maar in de zomer heb ik hem veel gedragen. En vooral tijdens het uitgaan. Oh, forgot one miskoop. Dat is dit blouseje. Dit is ook een cropped blouseje. Met wijde mouwtjes. En een leuk bananenpatroontje. Ik was echt verliefd op het patroontje. Hij is donkerblauw met hele kleine gele stipjes en banaantjes erop. En dit is een omslagmodel. Alleen rafelt hier dus aan de voorkant. Dit hoort zo te zitten. Dus misschien kan ik hier nog iets aan doen als ik hem naai. Maar dat is niet het enige probleem. Ik pas hem ook gewoon niet. Het is weer een maat S. Ik wist het natuurlijk wel toen ik hem kocht. Het was op een tweedehands markt in Zwolle. Echt een superleuk marktje. Maar ik had zoiets van, nou ja, het valt altijd te proberen. En als ik hem niet pas, dan maak ik er gewoon scrunchies van. Want het is echt een superleuk stofje. Deze was €2, geloof ik. Ook echt helemaal niks. Daar zie je het al. Daar gaat het dus mis. Dan heb ik nog twee truien. Eentje is een witte kooltrui. Deze, heel simpel en basic. Voor de winter wilde ik heel graag een witte kooltrui voor onder shirts of een jurkje. In ieder geval, ik wilde er heel graag eentje. En ik vond er telkens geen. En toen vertelde ik dat een keer aan mijn moeder. De dag na ging zij naar het tweedehands winkel. En toen had ze er een voor mij meegenomen. Echt, dat loft mijn mama. Ik geloof dat deze €5 was. En ik vind hem echt super chill. Mijn moeder heeft hem gekocht. En ik weet dus niet in welke tweedehands winkel. Maar geloof eentje in Apeldoorn. Of Amersfoort. Ik haal die twee altijd door elkaar. En de laatste trui is deze. Ja, je kunt hem niet zo goed zien. Maar hij is heel groot en heel fluffy. Nou ja, fluffy. Dit is een vliestrui. Dus niet per se fluffy, maar wel heel erg lekker warm. En hij heeft hier zo halverwege een ritsje. Waardoor je de kool helemaal omhoog kan dan. Wat ook super lekker warm is. En een leuk bergjes logo. Dus van Campo... Wat? Oh, wow. Dit is echt een ingewikkelde naam. Campagnols. Kan dat? Oh, het staat hier ook. Campagnolo. Nou ja, deze was €5 bij ook een tweedehands winkel. De Restore. Reshare. Die twee haal ik ook altijd door elkaar. Daar ben ik ook tijdens mijn thrift shop with me video geweest. Als je die video ook niet gezien hebt, in het i'tje. Oké, kids. Ik was deze trui nog vergeten. Deze komt ook van de Restore in Ede. Het is gewoon een super simpele rode trui. Met op de mouwen staat hoop. Niet per se mijn favoriete detail. Maar nou ja, ik vind gewoon dit model heel erg leuk. En ik had niet zoveel rood. En ik wilde meer rood. Dus ik kocht deze trui. Ik geloof €3 of zo. Echt helemaal toppie. Goed, volgende categorie is broeken. Nog een miskoop. Oh my god, Eva. Ik durf het ook gewoon bijna niet meer toe te geven. Maar ja, dit was ook een miskoop. Ik was gewoon super blij dat ik een Levi's broek had gevonden die ik paste. Of in ieder geval dacht te pasten. Ik had deze gekocht op een kilo sale in Utrecht. Wat al super leuk was. Daar was ik met Anne. Je ziet hier nu allemaal leuke beelden van toen. Want toen dacht ik nog, ik ga hier ook een thrift shop met me van maken. Maar hey, dat is niet gebeurd. Toen heb ik deze Levi's broek gekocht. Het is een straight leg broek. En hij heeft hier allemaal knopen waarmee je hem dus vast kunt doen in plaats van een rits. Het welbekende Levi's logo. Levi's broekzakken. Ik was gelukkig. Hij was €15. Ik dacht, bam, in de pocket. Toen had ik hem eenmaal in de pocket. En toen merkte ik, toen ik hem droeg, dat ik hem helemaal niet leuk vind. Het straight leg model is gewoon niet helemaal mijn ding. Ik hou van flare broeken en mom jeans. Maar zo'n straight leg model, ja, ik voel hem gewoon nog niet helemaal. En daarnaast zit hij bij mijn kruis ook heel erg strak. Als ik zit, dan zit het gewoon heel kut. Padimtsch. Snap je de woordgrap? Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk draag ik hem niet zo vaak. Ik heb hem van de week nog gedragen van, oh weet je, ik geef hem nog een kans. Maar nee. Ik snap echt niet hoe mensen goede tweedehands broeken kunnen kopen. Ik kan dat niet. Dat betekent dus ook dat dit mijn enige broek was die ik dit jaar heb gekocht. Of tenminste, spijkerbroek dan. Ik heb nog bij diezelfde kilo sale dit korte broekje gekocht. Hij was eigenlijk ietsje langer oorspronkelijk. Echt zo'n vintage model. Wat ik ook wel leuk vond, maar ik vond hem gewoon net iets te lang. Dus ik dacht, weet je, ik maak hem iets korter. Nou, dat werd te kort, want nu heb ik hem, ja, ik heb hem gewoon te kort geknipt. Dat is de situatie. Het ziet er ook echt helemaal niet uit hoe ik dit heb afgewerkt. Oké, jongens, als het donkerder begint te worden op beeld. Sorry, ik film het om 4:00, 4:30 alweer bijna. Het is winter, de zon gaat onder. De rest van de dag was ik mijn kersthuis aan het versieren. Zie deze lampjes hier. It's Christmas. Dan heb ik nog twee zomerbroeken gekocht, wel wat langer. En dit zijn van donkere stof, dus dan is het gewoon, ja,
Dat zit gewoon makkelijker goed. Ik heb deze met mooie wijde pijpen en leuk bloemetjespatroon op Koningsdag gekocht voor, ik geloof, 5 euro ook. Of goedkoper, misschien nog wel goedkoper eigenlijk. Hij zit een beetje strak hierboven, maar ja, ik kan daar natuurlijk niet passen. Maar ik vind hem wel echt super leuk en hij zit verder heel erg lekker. Dus ja, ik hou ook al heel erg van deze kleurtjes en super lekker vrolijk. Dus ja, hier ben ik wel echt heel blij mee. Trouwens, dat volgende shirtje wat ik liet zien dat ik in Budapest had gekocht, kocht ik bij Cream. Net als deze broek. Dit is een culottebroek die een beetje tot mijn enkels komt. Ietsje hoger, licht roze. Super mooi. Ik had deze al in zwart. Nou ja, niet precies deze, maar wel zoiets. Dat was echt gewoon mijn favoriete broek. Want het kan je aan als het warm is, maar ook als het ietsje kouder is. Nou ja, kouder is. Ik bedoel, ik ga hem niet in de winter dragen. Maar in de zomer, als dat kouder is, kan die ook. Ik weet niet meer zeker wat de prijs was, maar ik geloof iets van 8 euro of zo. Om dan een overgang te maken van broeken naar jurken, gaan we eerst een rokje doen. Wat ik ook op de kilo sale heb gekocht. Het weegt niks, dus het was vrijwel gratis. Het is dit een soort van Hawaii-achtig rokje. En ik vind het stofje heel leuk. En het printje en alles. En het is een wikkelrok. Het is eigenlijk een grote lap stof die je dan om je heen wikkelt. Maar ik geloof dat ik iets te veel curves heb of zo hiervoor. Want nou ja, je ziet het wel op het aanbeeld. Het valt gewoon een beetje raar. Ik weet niet hoe dat anders wordt bij wikkelrokken, maar het werkt niet helemaal. En dan jurkjes. Nou ja, jurkjes. Ik heb 1 jurkje en 2 lange jurken. Deze heb ik op Koningsdag ook gekocht voor 3 euro. Dit is een heel super simpel, lekker zittend, kort jurkje. Ik had ooit een beetje van dit model een jurkje van de Primark met girafjes erop. En ik was zo verliefd op dat ding, want die zo lekker zat. En het was gewoon zo'n heerlijk luchtige zomerjurk. En ik ben ook dus al jaren op zoek naar een nieuwe, want die paste niet meer. En toen zag ik deze en toen dacht ik, yes, die wil ik. Dus dit is misschien wel een van mijn favoriete aankopen van dit jaar. Dan heb ik in Budapest nog 2 super lange jurken gekocht. Deze jurk heb ik namelijk gekocht. Deze is niet per se heel heftig, maar wel echt heftig lang. En ook heftig mooi, vind ik zelf. Deze was 10 euro. Deze heb ik aangehad uit mijn diploma-uitreiking. En deze hebben jullie ook al in de Budapest vlog kunnen zien. Verder kocht ik deze jurk. En deze is zeker wel heftig. Deze is namelijk helder blauw met knalgroene stippen. Grote en wat kleinere op de armen en om de centuur. En heeft een hele open rug. Oh nee, wacht. Dit is gewoon allemaal rits. Het valt wel mee hoe open die is. Never mind. En dit is ook een lange jurk. En ik vind deze echt heel erg gaaf. Ik heb hem nog niet heel vaak gedragen. In eerste instantie dacht ik, joh, durf ik dit wel te dragen. Maar ja, ik voel me hier zo super cool en fierce in. En ik denk, yes, you go girl. Met je stoere kleding. En nou ja, ik voel me hier wel helemaal leuk in. Van de lange jurken gaan we over naar jumpsuits. Of ja, ik heb maar 1 jumpsuit gekocht, namelijk deze. Ook op die tweedehandsmarkt in Zwolle. Ze heeft een strik om je heupen. Hoe leg ik dat zo uit? Ik weet niet. En ga dicht met knoopjes hier. Met je driekwart mouwen. En ik wilde heel graag al zo'n pak. Maar het liefst in het wit of het roze. Of nee, eigenlijk spijkerstof. Maar ja, dat is gewoon best lastig om tweedehands te vinden. En toen zag ik deze voor 5 euro. En toen dacht ik, oh, oh nee, ik ben een jurkje vergeten. Ik was in oktober met een vriendin uit Duitsland bij de Eihallen. En daar heb ik dit jurkje gekocht. Dit is een kort jurkje. Een beetje pyjama jurkje eigenlijk. Hij heeft hier ook echt zo'n strikje. Volgens mij is het gewoon een pyjama. Maar dat maakt niet uit. Ik draag hem als jurkje of als shirtje soms. Dat ik hem steek ik hem in mijn broek. En hij zit ook heel erg lekker. Dus hier ben ik super blij mee. En dan komen we alweer aan bij de laatste categorie. Namelijk jassen. Ik heb 2 jassen gekocht. Een zomerjasje. Namelijk deze. Bij de Episode. Lichtblauw met hierop in het geel. Ja, een soort van Chinese tekens. Ik weet niet meer precies wat er staat. Als iemand Chinees kan, tell me. Ja, ik had hem niet nodig, want ik heb een soort obsessie met zomerjassen. Dus daar heb ik al een heleboel van. Maar ja, ik vond hem gewoon heel erg leuk. Dus ik kon hem niet laten liggen. En hij was geloof ik 23 euro. Ja, Episode prijzen. Wat duurder dan alle andere spulletjes. Maar ik hoop dus ook eigenlijk nooit iets bij de Episode. En dan het laatste item is een winterjas. Dat is deze lichtblauwe teddycoat. Ook weer een lichtblauwe jas. En deze heb ik op Koningsdag voor 5 euro gekocht. Hij is niet heel dik. Ik vind hem voor nu echt wel te koud. Maar een beetje in de herfst en zo, dan vind ik hem wel echt heel erg leuk. En hier ben ik dus ook ontzettend blij mee. Het licht begint echt lelijk te worden. Maar goed dat ik nu klaar ben. Ik denk dat mijn favoriete item toch wel deze jurk is. Maar laat ook zeker jouw favoriete item achter. Vergeet niet de podcast te luisteren over fast fashion. Het is echt, echt, echt heel interessant. En ik wil je absoluut niet nu een schuldgevoel aanpraten van, yo, fast fashion is super slecht. Je moet tweedehands kopen. Of stop met kopen eigenlijk. Want ik bedoel, ik doe het ook niet perfect allemaal. En ik doe gewoon wat ik kan en waar ik me goed bij voel. En
wat ik ervoor over heb. En voor iedereen is dat anders. Maar ik hoop wel een paar van jullie in ieder geval te kunnen inspireren met kijken wat voor leuke kleding je kunt kopen tweedehands. Goed, super bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vind het erg leuk om reacties te krijgen van mensen die zeggen, oh, ik heb je gemist dat je lang niet geüpload hebt. Dat vind ik echt leuk dat je nu weer uploadt. Dat vind ik echt zo bijzonder en dat vind ik heel erg leuk om te lezen. Dus thanks voor iedereen die dat vooral van Budapest volgens zei. Echt, love you. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!